Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag zondag 8 oktober en we hebben première. Nou, kijk eens aan. Iets met een artiesteningang. Ben je artiest? Nee. We gaan op zoek naar de kleedkamer. Maar zijn ze dan boven of beneden? Nou, ik denk dat die beneden zijn. Het is altijd zo'n doolhof in een theater. Backstage. Dit is... Nee. Zijn de kleedkamers daar? Echt? Hey Josie. Hey! Gewoon weer een trap omhoog. Hoeken, ja. Maar dat was ook een uurtje, als we gaan zouten. Hier zie ik iets van namen. Prinses op de ert. We zijn aangekomen in Spijkenisse, want daar hebben we première. Ik sta nu bij een tafel waar al mijn toitootjes klaar liggen. Hier! Dat krijg je altijd bij een première en dat geef je altijd aan je collega's bij een première. Om elkaar nog een soort van extra te zeggen, ja! We gaan ervoor, het is leuk. En dat ligt er nu. Al dit soort dingen. Ik heb er niet al zin in. Eigenlijk moet je toch dat onderste deel dan afhalen. En dan ze er bovenop doen en zo moet je toch een cupcake eten. Is dat zo? Ja. Nou, bedankt aan de bed. Cheers. Cheers. Ja, lekker. Helemaal blij. Ik word heel gelukkig van eten. Eten! De cupcakes! Oh, is echt heel lekker. Super lekker! Bedankt, schatie! Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? En jij, San? Heb je er zin in? Annabed, ben je er klaar voor? Ik ben huilen. Waarom? Misschien is het tijd voor de soundcheck. We gaan nu weer deze deuren in, open. Oh, nou is het wel licht. En dan, de blauwe licht. Sorry, TL licht. En dan word ik gezenderd, dus dan krijg ik weer een microfoontje op. Dat gaan we nu doen. Een keer dit lampje, dat we wel... Ja? Annabelle, oh yes, Annabelle, oh yes, Annabelle. Oh, we moeten even snel eten. Het is een uur voor aanvang. Dus dat gaan we even snel doen. Zo, ik weet eigenlijk niet. Het is 20 minuten voor aanvang ongeveer. Nou ja, iets meer. Maar ik ben alweer helemaal aangekleed en zo. Ik ben best een beetje zenuwachtig. Ik had ook wel wat hartkloppingen tijdens de soundcheck. Niet heel goed. Eten gaat dan ook niet zo goed en zo. Moeilijk. Maar er zitten volgens mij 300 man in de zaal, dus dat is wel lekker. Voornamelijk volwassenen en minder kinderen, denk ik, vandaag. En ik ga mijn pruik opzetten en dan gaan we dit doen. Heb je er zin in, San? Ja, ik vind het wel spannend hoor. Ja, ik ook. Maar ik heb heel we gaan zin. Rocken. Zeker. We hebben een hele mooie voorzitter van de jury, Prins Koen. Er zijn hele mooie tekeningen binnengekomen vandaag. En eentje vonden wij met z'n allen toch wel het mooiste. En dat meisje die gaat naar voren roepen. Zo, dat is even een hele rare overgang. Het is inmiddels al een paar dagen later. De première was namelijk, ja, dat gaat dan zo chaotisch en allemaal snel dat ik gewoon geen tijd heb om te filmen. De voorstelling ging goed en er waren ook hele leuke reacties uit de zaal. En daarna moesten we foto's maken met een heleboel kinderen, want iedereen wilde op de foto. En ook wat foto's maken voor de mensen die recensies schreven op websites, musical websites en zo.
Daarna heb ik eigenlijk meteen ben ik weer naar boven gegaan, heb ik me omgekleed, alle kostuums weer terug in de kisten gelegd. En toen ben ik naar mijn vrienden en familie gegaan. En ja, dat is, gaat gewoon allemaal zo snel en dat heb ik niet gefilmd. Maar het was wel echt heel fijn dat iedereen erbij was en dat het nu gewoon een soort van begonnen is. Dit was eigenlijk een beetje de afsluiter van de hele repetitieperiode slash première vlog weken. Als je ze nou nog niet gezien hebt, klik even daar, want dan zie je hoe dit hele stuk tot stand is gekomen. Dat is misschien ook wel leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer even als je meer van dit soort video's wil zien, want ik laat gewoon een beetje de... het leven, het artiestenleven backstage zien. Dus niet alleen maar de fancy podia dingen, maar ook nou ja, dat je hard moet werken en repeteren. Dus als je dat nou leuk vindt, klik dan even hier en abonneer. Dat is helemaal gratis. En dan kan je gewoon mijn reeksen volgen. Dankjewel nog een keer en tot in de volgende video. Doeg!